We gaan naar Erik Mouthaan in Dallas en inderdaad Michiel Vos in San Francisco om met jou te beginnen. Erik, jij bent op de plek des onheils. Wat is daar nu aan de hand? Peter, ik sta op dit moment bij het politiebureau van Dallas en daar ziet je achter mij allerlei mensen die bloemen komen leggen op politiewagens. Mensen komen drinken brengen, eten brengen. Ze willen een steuntje geven aan de agenten. Er werd ook net gezongen. En we spraken ook met agenten die vertelden dat ze dat echt heel bijzonder vinden. Dat mensen de moeite nemen om te komen troosten. We zien ook mensen die hier komen om een hug te geven. Ze willen een omarming van de agenten. Ja, er is al meer bekend over de schutter. Het zou gaan om een 25-jarige man die diende in het leger. Hij was in 2014 uitgezonden naar Afghanistan. Mogelijk heeft hij daar ook training gehad als het gaat om schieten. Want dat is eerlijk gezegd een van de eerste gedachten die bij mij naar binnen kwam toen ik gisteren hoorde. Dat hij van zo hoog, van 5 verdiepingen hoog, parkeergarage, mensen zo kon schieten als een echte sluipschutter. Had hij misschien militaire training gehad. Deze man is mogelijk geradicaliseerd nadat hij terug is gekomen uit Afghanistan. Er zijn berichten van hem gevonden op internet waarin hij gezegd zou hebben dat blanken het probleem vormen en dat hij boos is over wat er gedaan wordt met de zwarte verdachten die gedood worden door agenten. Er zijn nog 3 andere mensen die op dit moment vast worden gehouden. Alleen is niet duidelijk op dit moment wat hun specifieke rol is of dat deze man helemaal in zijn eentje handigde. Ik kan me voorstellen dat er nu ook angst regeert daar in Dallas, zeker onder politieagenten. Nou ja, je ziet het niet echt heel duidelijk als je de agenten ziet. Het wordt wel heel goed in de gaten gehouden. Downtown gebied is helemaal afgezet. De mensen die ik spreek hier, de burgers, die hebben verdeelde meningen. De ene zegt, dit had je kunnen zien aankomen. Want de manier waarop zwarte mensen worden behandeld door de politie, dat is gewoon verkeerd. En andere mensen zeggen, nee, de politie wordt hier altijd maar in het kwade daglicht gezet. Er zijn mensen die ook boos zijn op president Obama. En zij zeggen van, hij heeft een anti-politie-sfeer gecreëerd. Hij steunt alleen maar die activisten, die railschoppers. Dus het blijft een verdeeld land, ook na dit afschuwelijke drama. Ja, Michiel Vos, jij zit in San Francisco en het af van Dallas. Hoe wordt het daar ervaren in de rest van Amerika? Nou ja, de rest van Amerika kijkt een beetje alsof het eigen land, om nog maar even in die analogie te blijven, volledig als heel land buiten de lijnen loopt. Maar nou niet in een stadion, maar als land. En we worden eigenlijk allemaal gediskwalificeerd. En in dit dossier schietpartijen tussen zwarte mensen en politiemensen of tussen politiemensen en zwarte verdachten, daar loopt iedereen schade op. Het lijkt wel alsof Amerika in de afgelopen week iedereen krijgt klappen. Er zijn schietpartijen, er is veel geweld, er is een toenemende, laten we zeggen, bijna ouderwetse aan de jaren 60 denkende tweedeling tussen blank en zwart. Dan moeten we een beetje denken aan 1968 met waterkanonnen en herdershonden die zwarte demonstranten aanvallen. Dat lijkt nu weer, althans in de media en een beetje in de bredere publieke opinie, terug te komen. Dat idee. En dan wat er inderdaad gebeurd is met Dallas. Hoeveel gevaar loopt politie? Hoeveel steun is er voor de politie? Ook als je luistert naar de hoofdcommissaris politie in Dallas. We need your support, zei hij tegen de burgers. And we don't feel that support. We voelen niet altijd alsof we die steun hebben. En dat is gevaarlijk. En dan zou je kunnen gaan naar een, wat de Amerikanen dan altijd noemen, een long hot summer. Hè? Een lange zomer waarin er veel misgaat, rellen zijn. En waarin er in meerdere buurten of in meerdere steden in Amerika dingen fout gaan zoals in deze afgelopen week ernstig fout zijn gegaan. Dit moet een nachtmerrie voor president Obama zijn. Hè? De eerste zwarte president van het Verenigde Staten. En dan juist onder zijn bewind gebeurt dit allemaal. Ja, en ik vind, moet eerlijk zeggen, dat hij het een beetje heeft laten lopen. Ik dacht dat hij het dossier onder controle had, voor zover je dit kunt oplossen natuurlijk. Maar sinds 2 jaar hebben we natuurlijk Ferguson, daar begon het allemaal zo'n beetje. Natuurlijk al eerder, maar goed. Hij heeft het toch, vind ik, niet genoeg gezien als een enorm gevaar. En nu, vlak voor het einde, is het eigenlijk te laat. Nu kan hij niet meer. En wordt de politieke toon niet zozeer gezet door hem, Obama, als zittend president. Maar natuurlijk veel meer door Hillary en met name natuurlijk Donald Trump. En in die negatieve campagne tussen die twee worden al hele stevige dingen gezegd. Met name door Donald Trump, die natuurlijk al uitlatingen doet over moslims en ook zwarten. En dat draagt niet bij aan een soort terugkeer naar we moeten united zijn. De United States, wat dan altijd wordt gezegd. Nee, er is meer verdeeldheid dan ooit, lijkt het wel. Ja, Erik, hoe lang blijf je er nog? Oh, we blijven hier nog zeker vandaag en morgen om te kijken wat hier gebeurt en wat de ontwikkelingen zijn, het laatste nieuws. Wat er gebeurt met die andere verdachten. Oké, dank jullie wel allebei. Als er nog laatste ontwikkelingen zijn, dan horen we dat graag van jullie. Tot ziens.